Speciaal voor de 500ste verjaardag van de Grote Kerk is een bijzonder drieluik te bewonderen. Laat u dus door dit prachtige erfstuk, dit prachtige altaarstuk, meenemen in het oude. En laat het tegelijkertijd uw nieuwsgierigheid naar het onbekende prikkelen. Het Laurentiusaltaar is speciaal voor de kerk in Alkmaar geschilderd door Van Heemskerk. Na de beeldenstorm is het in Zweden beland. Nu is het voor even terug in de geboorteplaats. Ja, prachtig. Doet me denken aan Rembrandt. Zo mooi. Zo precies geschilderd. Geweldig. En de koppen zijn een soort sprookjeskoppen. Dat heb ik bij niemand anders gezien. Hoor. Ja, misschien bij Jeroen Bos of zo. Maar het is wel heel indrukwekkend. Wat vind je er indrukwekkend aan eigenlijk? Het is toch Maarten van Heemskerk. En dat het ook voor deze kerk is gemaakt. En dat het nu dus terug is. Ja. Het hangt hier nu een paar dagen eigenlijk. Echt in vol ornaat. Heb je er al echt van kunnen genieten om het op deze plek te zien? Ik heb natuurlijk wel een beetje voorrechten. Dus ik ben een paar keer gegaan toen er niemand was. En met name de dag dat het geïnstalleerd werd, eind van de dag toen iedereen weg was, heb ik daar aan de zijkant op een van de koorbanken gezeten en helemaal in mijn eentje ernaar gekeken. En toen heb ik enorm zitten huilen.